Goed, we zijn er. Het is vandaag week van ons water, of deze week. En wij maken live uitzendingen met onze collega's die aan waterveiligheid werken. Hier voor je zie je Jan. We hadden wat problemen met de verbinding hier op een erg noordelijk puntje van Groningen. Maar we zijn er. We hebben wifi gekregen van het Zielhoes. Die staat hier ook op Noordpolderzijl. En dit is Jan, die werkt hier op de dijk. Al 40 jaar, Jan? Ja, 40 jaar. Woon en werk ik hier bij het waterschap Noorderzijlvest. En wat doe je allemaal op de dijk om de dijk veilig te houden? Nou, we zijn dat hele jaar door zijn we daarmee bezig. We zijn aan het gras maaien, afrasteringen maken, weiden slepen, mollen vangen, heel belangrijk. En akkerdistels bestrijden. Het zij chemisch of het liefst met een steker. En dat soort dingen allemaal. Oké, en dat doe je dus al 40 jaar, Jan? Ja. Dus je hebt veel spannende situaties hier meegemaakt op de dijk. Ja, en helemaal toen wij nog de sluis beheerden. Dus dat was wel helemaal echt spannend, want daar was je toch wel iedere dag mee bezig. Ja, en de sluis zien we hier op de achtergrond, hè, Jan? Ja. Kijk, we hadden het idee om een wandeling te maken over de dijk en langs de sluis. Maar dat lukt dus helaas niet, omdat we geen goede 4G-verbinding hebben op de dijk. Dus we moeten hier een beetje blijven staan. Dat is op zich wel jammer. Maar we hebben nu 6 kijkers, Jan. Oh. Mensen die live meekijken. 7 inmiddels. Oh. 8. Oh, hij loopt op. Mensen schakelen in. Hartstikke leuk. Ja. Okay. Week van ons water op een mooi noordelijk puntje in Groningen. We hebben hier een goede wifi-verbinding. Dus we kunnen helaas niet een mooie wandeling maken. Maar ik vroeg Jan net. Jan zit hier al 40 jaar op de dijk. Wat voor spannende situaties hier heeft meegemaakt met stormen op de dijk? Nou, dat was de eerste keer, dat was 1976 toen ik hier kwam. En ook in 1978. Dat was wel heel spannend. Want toen kwam de storm die kwam zo snel opzetten. Dus het water, dat vloog op een gegeven moment dus boven over de sluis heen. Dus dan zat je dus op 5,50 meter. En al dat rommel en rotzootje lag aan de binnenkant. Maar dat ging allemaal, dat was zo extreem. Dat is natuurlijk toch altijd wel... heel goed bijgebleven. Dat was in 1976, ja, zeg dat je? Was 1976. Ja, want toen was de dijk natuurlijk nog niet zo hoog als dat hij nu op, is. 5,50 meter. En, kan je dat aanwijzen hier zo achter hoe hoog dat was? Net waar het hek zit. En dus de bovenkant, de hele zeedijk zat toen op 5,50 meter. Ja. En sinds 1985 is op deltahoogte, dus nu zit hij op 9 meter. Dus dat maar stuk dat hier betegeld is, zeg maar, dat stuk is erbij gekomen? Ja. En nu zit het op 9 meter. Maar in 76 en ook in 78 was wel heel extreem. Toen belde de waterbouwkundige van Meren erop van hoe lijkt het met de dijkwacht? Moeten we ook dijkwacht hebben, zegt hij. Nou, ik zei, ik heb al 2 uur lang de stormdeur dicht. Ik zei, roep ze maar gauw. Dus een paar uur later, toen kwam er dus het spul boven over de dijk heen. En dat was toch wel een imposante... Het water kwam over de dijk. Ja. Alle rommel lag aan de binnenkant, wat tegenwoordig gewoon aan de buitenkant blijft, omdat hij nou op 9 meter zit. Ja. En, ja, dat was gewoon heel extreem. Daar blijf je dus gewoon altijd bij. Maar die dijkwacht die kwam er toch wel? Ja, die dijkwacht kwam wel. Er waren boeren, toen in die tijd boeren uit de omgeving. En tegenwoordig doen we als waterschap zelf alles in beheer met eigen personeel. Oh ja, en Jan, ik kreeg net een vraag van iemand. Die vroeg of er sindsdien ook nog wel eens water over de dijk is gekomen. Nee, hier niet. Na 78 niet meer? Na 78 niet meer. Nee, de dijk is verhoogd alleen 1 november 2006... Had ook een heel extreem watergetij. En er was helemaal daarbij gaslocatie achter de Emmapolder. Nou, toen was het ook zo dat de golf oploop. Die kwam er zo aan. En dat was dus een half meter van de kop van de dijk. En in 6 december 2013, toen waren we ook een meter van de kop af. Ja, in de kop. Want hoe hoog is de dijk, Jan? Sorry, 9 meter. 9 meter hoog. Dus dan kwam het water 8 meter hoog. Ja, en met de golven. De golven. Kijk, je hebt golfoploop, maar je kunt ook zeggen van zo hoog is de waterstand. Ja, maar de golfoploop is extremer. Kijk, ja. Doordat je achter de Emmapolder zit, heb je geen voorland, geen kwelders. Een andere stroming via Rottumerplaat en Schiermonnikoog. En daar komt het dus dan extreem bij de zeedijk omhoog. En op Noordpolder, daar valt dat wel mee. Oké. Okay. Meestal de hoogste stand op Noordpolder in die 40 jaar ik meegemaakt heb, dat is 4,05 meter. 4,05 meter. Ja, en als je dan ziet van 1 november 2006 was op Delfzijl 4,80.
Kijk, en dan heb je dus nog een golfoploop, zoals daar bij Nemapol. Ja, dan loopt het heel hard op. Ja, hey, we hebben inmiddels 7 kijkers. En ja. Ik kreeg net ook weer een vraagje. Ik hoor het al, je zit vol verhalen. Maar de vraag was of je wel eens echt bang bent geweest tijdens een storm. Nee. Wel dat het allemaal heel imponerend is, maar niet echt bang. Nee. Ook met die sluis, zeg maar, was het ook zo. Ik zei meestal tegen mevrouw, storm, ik ga die sluisdeur, die stormdeuren dicht doen. En als je er over een kwartier niet bent, dan moet je even komen kijken. Nou, ik was er altijd weer. Oh, gelukkig. Maar dat is een goede afspraak met je vrouw. Ja. Nou, mooi. En is er wel eens heel erg schade aan de dijk geweest na een storm? Nou, we hadden dus daar in 1976, hadden we daar verderop bij die boerderij Salome. Daar was toen een beschadiging. En toen hebben we dus eerst dekkleden met zandzakken erop gedaan. En dat een tweede tij water kwam er nog weer aan. Toen bleven die zandzakken hier en daar liggen. Ook een paar gingen aan de rit, zeg maar. En een dag later hebben we met elkaar als waterschap Hunsingo, die medewerkers van Hunsingo, hebben we er toen dus allemaal stroommatten op gezet. Oké, we hebben direct gerepareerd. Ja, en dan blijft de hele winter blijft dat dan zitten. En dan ga je in het voorjaar, dan ga je dus of het zijn graszoden zetten of je gaat gras uitzaaien. Maar meestal werden naar graszoden gezet. Zodat er weer een mooie grasmat op komt. Ja. En verdere beschadiging, ja, die sluis was wel eens beschadigd. Er moest een firma uit Leens, die moest dan weer de stenen er opnieuw, want die sluis die lekt ook al van alle kanten, maar die moest al aan vervanging, was aan vervanging toe. Oh, ik krijg nog een vraag, Jan. Ja. Hey, als het zo stormt, krijg je dan ook hulp van collega's? Of is het sinds 78 wel beter geworden? Nou, kijk, er is heel veel veranderd. Sinds die dijk vanaf 1985 op Jattenhoofd is gekomen, zijn we ook veel mobieler. Dus er komen met dijkwacht komen er 4 collega's. Ja. Ik ga daar coördineren hier op Noordpolderzeil. En ook waterdichte deuren in de gemaal allemaal dicht doen en zo. En dan via mobiele telefoonpost in ieder half uur. Ik zal het even laten zien aan de kijkers waar je naar wijst. Want hier hebben we het gemaal en daarachter is de werkplaats. Dat is dan de plek waar je samenkomt. En dan ga je iedere half uur ga je dus een beetje de windkrachten doorgeven en ook de waterstand. En dan gaan 2 collega's met de ene auto naar de oosten toe. En de andere gaan naar het westen toe en die hebben dan dijkwacht. Dus die en dan kijken ze op beschadigingen en kijken ze of er grote stukken aanspoelen. We hebben een keer fietsenrekken gehad, of hoe heet dat, van die, waar de boten tussen liggen, van die drijvers. Of Nou, flessencontainers, nou lag een keer een boot daar. Nou, en hier in de haven lag een heel groot boot van 90 ton. Zo, dus, ja, dus je komt heel wat bijzondere we hadden toen in 2006, 1 november, zijn we een half jaar bezig geweest om de heerhandel op te ruimen. En toen hadden we 3370 ton aan vuil. Zo. Dat is allemaal naar de stad geweest. Ja. En dat zijn dus dat zijn onkosten. Linke, voor ja. Nou, we hebben nu 8 mensen die meekijken en ik ben eigenlijk wel benieuwd of er ook nog kijkers zijn die een mooie vraag voor Jan hebben. En we horen het al, Jan zit vol verhalen met wat hier op de afgelopen 40 jaar allemaal gebeurd is op Noordpolderzeil. Ja. Het is wel wat gebeurd zo onderaan. Ja. Jij kent deze plek als geen ander, denk ik. Ja. Of niet, Jan? Nog even over de sluis. Toen gingen de bootjes van de Lammerwinning hier door de sluis. En dat zijn allemaal hele mooie dingen. En dan hebben we die hele sneeuwstorm gehad in 1970. Toen was ik met een collega, Michiel van de Meer. Oh ja. Ja. En hebben we dus met motorzagen moesten we zorgen, het water stond hier bijna op de weg, ook hier in de polder. Moesten we zorgen dat het water weer wegkwam met die sneeuw. Nou, de sneeuw zat tot aan de dakgoot. Oh. We konden 14 dagen lang niet sneeuwstorm. Naar het dorp. Ja. Wanneer was dat, zei je? 79. In 79? Ja. Dus dat was ook nog toen de dijk nog niet zo hoog was als, als ja, nu. Ja, dat klopt. Hey, we hadden het net over aanspoelsels. En ik kreeg net een vraag van een kijker. Of er ook wel zeehondjes aanspoelen. Ja. Wel zeehondjes. Ja. Wat doe je dan? Die gaan allemaal dus naar Leni en Tad. Ik had altijd een verbinding met haar. En werd rechtstreeks gebeld. Dan bel je hem. En dan kwamen ze er gelijk aan. En dan werd ze opgehaald. Okay. Ja, niet in de 70e jaren, maar toen was het er nog niet. In Pieterburen. Nee. Nee, toen was een Wensel uit Huizen, vlakbij de Menkemaborg. En daar heeft zij het eigenlijk van overgenomen. Oh, oké. Ja. En kom je nu ook wel eens een zeehondje tegen? Ja. Gebeurt het vaak? Ja. Nee, niet vaak. Nee. Hier een keer één in de haven. En als het water even zo hoog is dat ze net op de kant kunnen, dan gaan ze op de kant liggen. Ja, en dan bel ik. Maar anders dan laat ik ze gewoon weer
Nee, zwemmen ze weer in de zee? Ja, dus nee, dat ga ik niks verder aan doen. Oké. Okay. Nou, ik krijg nog een vraag binnen. Oh, wie heeft het ontwerp voor de kleuren in de dijk gemaakt? Wie heeft dat kunstwerk gemaakt daarachter, Jan? Jan van Loon. Jan van Loon was een kunstenaar, zeg maar. En die heeft dit is ter afsluiting van de Deltawerken van 1985. Ja. Dus en die heeft dus, daar zijn de golven en de kering en het landschap. Ja, in 1985 was dat dan? Ja, ja. Ter toen, afsluiting van, er was een budget voor en het ter afsluiting, ook van 100.000 gulden. En hebben ze dus daar dit monument voor gemaakt. Ja, prachtig. Maar ik had het liefst gezien dat ze de sluis opgeknapt hadden. Ja. Alleen, dat moet nog gebeuren. Oké, okay. Goed, hartstikke mooi. Hé, hey, en wat zullen we de kijkers nog even mee... Wat zou je de kijkers mee willen geven over de dijk? Nou, kom een keer kijken op Noordpolderzeil. En als je nog meer wat van wil weten, dan nou, kun je altijd bij mij aankloppen. Alleen volgend jaar ga ik met pensioen. Maar ik woon hier dan nog wel. Ja. De mensen kunnen altijd... nee, ik ben altijd wel bereid om een keer tekst en uitleg te geven. Ja. Want volgend jaar ga je met pensioen, maar je woont hier op Noordpolderzeil, dus we hoeven je niet te missen, Jan. Nee. Nou, ik zou iedereen van harte uitnodigen om het hier eens een keer te komen. Het is prachtig hier. Het is jammer dat we niet kunnen rondlopen, omdat wij niet zo'n hele goede verbinding hebben. Ja. Anders hadden we het nog veel mooier kunnen laten zien. Maar we zullen een paar mooie foto's maken en die zullen we ook delen met de mensen, zodat ze nog alsnog even kunnen zien... Ik krijg nog een hele mooie reactie voor jou, Jan. Top, volgens mij heb je echt hart voor de zaak. Ja, dat klopt. Ik ben een waterschapsman. Ja. Ik heb ook een heel archief. En ja, dat vind ik prachtig. Ja, echt. Als je een keer een mooi stormverhaal wil horen, kom naar Noordpolderzeil en vraag naar Jan. Die heeft prachtige verhalen, maar ook prachtige foto's en plaatjes. Ja, ja, dat is wel Ja, natuurlijk op een beetje, top genieten op de dijk. Werk en hobby. Ja. Werk en hobby. Heel nou, leuk. Super. Hé, hey, dankjewel, Jan. Ja, ik hoop dat de kijkers het ook leuk vonden. Ik vond het in ieder geval fantastisch om hier even bij te zijn en al die mooie verhalen te mogen delen met al onze kijkers. Oké, graag gedaan. Ja, toch wel jammer dat we niet rond konden lopen.